Beste Amazon Leeuwen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over verkoop op Amazon en dan in heel Europa. Allereerst wil ik gaan focussen op Amazon Duitsland / Nederland, of je daarmee zou moeten beginnen. En later in de video ga ik ook aan jullie uitleggen of het dus nuttig is en of het geld oplevert als je dan ook naar de rest van Europa gaat uitbreiden. Dus laten we gelijk beginnen. Even kort voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben Jasper Leeuw en ik maak dus video's over het verkopen op Amazon. Waarom Amazon? Amazon is elk jaar op jaar nog weer aan het groeien. Het wordt steeds groter en er liggen ook nog steeds heel veel kansen om online geld te verdienen, om online je eigen bedrijf te starten. Het voordeel aan je eigen bedrijf op Amazon is dat je niet meer direct je tijd inruilt voor geld. Dus op het moment dat jij je Amazon bedrijf eenmaal hebt lopen, hoef je niet actief uren in te stoppen om meer geld te verdienen. Dat is eigenlijk het voordeel van het schalen en Amazon daarvoor gebruiken. En daarnaast is het zo dat jij ook locatie onafhankelijk bent, omdat het allemaal via je laptop gaat en dat je dus niet op een bepaalde locatie hoeft te zijn om te werken aan jouw Amazon business. En daardoor kun je dus de hele wereld rondreizen. En dat is natuurlijk een heel groot voordeel. En ook kun je vrije dagen indelen. Zoals ik zei, jouw tijd is niet direct geld waard. Dus daardoor heb je gewoon een hele hoop meer vrijheid. En dat is waarom ik ermee begonnen ben. En ook waarom ik jullie daar zoveel mogelijk over wil leren. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat gelijk even. Dan hebben we dat bij deze gehad. Maar goed, dan is nu de vraag. Als je dan op Amazon wil gaan starten, zou je dan ook in Europa moeten starten? Of alleen in de USA, de Verenigde Staten? En wat zouden misschien eventueel de voordelen kunnen zijn aan het starten in Europa? Nou, wat is nou het grote verschil tussen Europa en de Verenigde Staten? Nou, op het moment in heel de Verenigde Staten zijn er zo'n 328 miljoen klanten die online bestellen op Amazon. Nou, 2,5 miljoen aanbieders helpen die klanten aan producten. Dus dat zijn alle verkopers op Amazon, dat zijn er 2,5 miljoen. Dat zou betekenen dat voor elke verkoper op Amazon in de Verenigde Staten zijn er 131 unieke klanten die op Amazon producten bestellen. Dat is redelijk wat en daarom liggen er ook zeker in de Verenigde Staten nog een hoop kansen. Maar als we het gaan vergelijken met bijvoorbeeld de Duitse markt, waar er 83 miljoen klanten zijn en maar 200.000 aanbieders. Als we daarvan uit zouden gaan, dan kom je uiteindelijk uit op een aantal van 415 unieke klanten per verkoper op het platform. Dus zo zie je al, daarin zit al best wel een groot verschil. En dat betekent dus ook, of tenminste dat komt doordat Amazon Amerika al, of USA, al in een veel gevorderder stadium is dan Amazon Europa en in specifiek Amazon Duitsland. Dus daarom liggen er nog een hoop kansen. Maar als je die kansen wil gaan benutten, dan komt er wel meer bij kijken dan alleen maar natuurlijk die cijfertjes van hoeveel unieke klanten heb ik nou ter beschikking. Het ligt er ook aan of jouw aanbod goed is van jouw product, of je productpagina goed is, of je goede marketing hebt, of je goede advertenties hebt op Amazon. Er zijn een hele hoop factoren die daarbij komen kijken. Maar op het moment dat je dat allemaal goed voor elkaar hebt, liggen er nog zeker een hoop kansen op Amazon om online geld te gaan verdienen. En ik zelf ben daar het levende bewijs van. Want op dit moment verkoop ik nog een hele hoop producten ook op Amazon USA. En ook daar gaat het heel erg goed. En ook op Amazon Duitsland liggen er dus meer en meer kansen zoals ik zei. Want ook daar zie ik veel succesverhalen van terugkomen. Toch hoor je een hele hoop Amazon verkopers roepen. Of überhaupt mensen die in Amazon geïnteresseerd zijn hoor je roepen. Maar waarom zou je dan niet naar heel Europa uitbreiden? Dan heb je nog meer klanten, kan je nog meer geld verdienen. Kan je bedrijf nog groter schalen. En eigenlijk op die opmerking zeg ik van ja en nee. Want ja, tuurlijk, je hebt een veel grotere afzetmarkt als je in heel Europa gaat verkopen. Maar ook nee, omdat er een hele hoop schaalproblemen bij komen kijken. Waar je wel over na moet denken voordat je in heel Europa zomaar gaat verkopen. Nou, om jullie even een goede uitleg te geven wat er dan bij komt kijken. Als je op Amazon gaat verkopen, in het begin meld je natuurlijk aan bij één specifiek platform. Dus bijvoorbeeld stel, ik ga op Amazon Duitsland verkopen, dan meld ik me aan via de Duitse website van Amazon. Krijg ik een Europees seller account, want dat valt dus onder een Europees account. Maar dan kan ik dus in Duitsland productpagina's aanmaken. Stel ik wil ook op Amazon Nederland gaan verkopen, dan kan dat. Omdat Amazon Nederland en Duitsland een soort van gekoppeld zijn, omdat ze hetzelfde warenhuis hebben. Want de warenhuizen van Amazon Nederland zit in Duitsland. Dus dat is net een voordeel wat je mee kan pakken. Dus het enige wat je dan zou hoeven doen, is jouw productpagina in Nederlands vertalen. En dan kun je zowel in Duitsland als in Nederland verkopen. Maar wat nou als dat hartstikke goed gaat, je verdient daar geld mee.
En je hebt zoiets van, hey, ik wil ook eens kijken hoe het in Frankrijk loopt. Of misschien zelfs in Italië. Nou, wat je dan gaat krijgen is, je kunt daarin verkopen, maar dan krijg je dus een EFN. En dat betekent European Fulfillment Network. Dat houdt in dat jij vanuit Duitsland dus naar Frankrijk en Italië gaat verschepen. Dat betekent wel dat jij dus eigenlijk die producten over de grens moet gaan verschepen naar de klanten toe in die landen. En dat betekent ook dat jij cross-border fees gaat betalen, wat daar echt een groot nadeel aan is. Want je bedenkt het misschien al wel, daar gaat je winstmarge zeker van achteruit, want de kosten worden gewoon steeds hoger voor het verschepen van die producten. Nou, op het moment dat je dat dus eigenlijk wil gaan verkopen, voorkomen, zul je dus ook voorraad naar die landen toe moeten zenden. Dus naar Frankrijk en Italië. Maar dan is het dus niet meer EFN, niet meer European Fulfillment Network. Nee, dan wordt het echt MCI. Multi-country inventory. Dat betekent dus dat je naar verschillende landen jouw voorraad stuurt. Dus ook naar Frankrijk, ook naar Italië. Want ook daar heeft Amazon warenhuizen. Dan komen jouw producten ook echt daar te liggen. En dan kan je de klant beter bedienen. Want en de levertijd zal sneller zijn. De cross-border fees krijg je niet meer mee te maken. Want je bent al in dat land. Het nadeel daarvan is wel dat jij voor de belastingdienst in die landen ook gewoon belasting moet gaan betalen. En Amazon eist dat jij in die landen ook btw-nummers aanvraagt. Mocht je daar een partij voor zoeken, wil je misschien uitbreiden naar een van die landen of wil je misschien starten op Amazon Duitsland, dan moet je natuurlijk zo'n btw-nummer aanvragen en dat kan wel eens lastig zijn. Ik heb er sowieso een YouTube-video over op mijn kanaal, die zal ik ook even rechtsboven inzetten. Maar verder, mocht je het willen uitbesteden, wat ik eigenlijk wel aanraad als je een professionele verkoper bent of wil gaan worden, dan kan dat natuurlijk ook. Ik heb hieronder in de beschrijving een linkje staan van een website die het met een voordelige prijs kan je dan een Duits btw-nummer krijgen. En mocht je een ander btw-nummer willen van een ander land, dan kan dat ook via die website. Dus ga het zeker even bekijken, want het is best wel een mooi aanbod wat ik voor jullie heb kunnen regelen voor een Duits btw-nummer. Dus dan kan je dat gewoon bekijken. Maar wat is gebleven? Multi-country inventory. Dus wat betekent dat? Nog even in het kort. Het betekent dus dat jij in Frankrijk en Italië bijvoorbeeld ook je spullen in de warenhuis hebt liggen. En ook in Duitsland. En dan kun je dus de klant direct bedienen. Het nadeel is dus dat je die btw-nummers moet aanvragen. Dus dat is eigenlijk de volgende stap. Dat is de stap na EFN, na European Fulfillment Network. Als je dus echt denkt van ik wil in meer landen gaan verkopen, zou ik dat aanraden. Maar wat nou als je zegt ik wil in heel Europa gaan verkopen. Ik wil overal mijn producten hebben liggen, want ik zit nog steeds. Kijk, ook al leg je misschien wat producten in Frankrijk en Italië. Stel je wilt ook in Tsjechië verkopen of stel je wilt nog in een ander Europees land verkopen, in Spanje bijvoorbeeld, en je hebt daar geen producten liggen, ja, dan moet je weer die cross-border fees betalen. Dus wat nou als je gewoon in heel Europa jouw producten beschikbaar wil stellen? Dat is vooral voor de wat grotere bedrijven die echt een grote afzetmarkt willen hebben. Dan moet je gaan beginnen aan pan-European. En wat betekent pan-European? Nou, dat is iets van Amazon dat je dus eigenlijk je producten in heel Europa beschikbaar stelt. Het voordeel daaraan is dat jij dus je producten bijvoorbeeld alleen maar naar Amazon Duitsland kunt sturen. En dat Amazon voor jou eigenlijk al de producten gaat verspreiden door heel Europa. Dat hoef je dus niet meer zelf te regelen. Het nadeel van Pan-European is dat het natuurlijk nog moeilijker wordt om al die voorraden bij te houden. Het moet allemaal op tijd aankomen. Je moet zoveel. Dan moet je echt wel een team hebben die dat voor jou ook, die jou daarin ondersteunt. Want alleen is dat eigenlijk amper te doen. Maar eigenlijk het grootste voordeel aan Pan-European is dat jij 741 miljoen mensen kan bereiken via het Amazon platform, want dat zijn alle klanten die actief zijn op Amazon Europa. Maar hou wel in gedachten dat je dus, hè, net zoals eigenlijk bij MCI, bij Multi-Country Inventory, daarbij moest je ook die extra btw-nummers aanvragen voor Frankrijk en Italië. Maar stel dat je dus in heel Europa dat wil gaan doen, zal je voor al die Europese landen zal jij een btw-nummer aan moeten vragen. En dat kan best wel wat extra geld en tijd gaan kosten. Dus dat moet je wel goed begrijpen. Dus om nu even naar een conclusie te werken, zou jij op Amazon Europa moeten gaan verkopen? Wat is voor jou nu de slimste keuze? Nou, ik zeg eigenlijk, als jij net begint met Amazon, hè, je weet nog helemaal niks, je moet nog je hele bedrijf gaan starten, overweeg dan gewoon om op Amazon Duitsland te starten met alleen European Fulfillment Network. Dus dat je gewoon vanuit Duitsland al je producten verkoopt. Eventueel Nederland erbij als je je markt wat wil vergroten. En op het moment dat het gewoon goed gaat, je hebt een aantal producten lopen, ga dan eens kijken naar MCI, Multi-Country Inventory. Dus dat je ook wat producten in Frankrijk legt of in Italië. Gewoon eens om de markt te testen. Doe daarbij ook gewoon goed je marktonderzoek. Als je niet zo goed weet hoe je marktonderzoek moet doen, ik heb hier rechtsboven nog wel een video die dat allemaal uitlegt. En er staan nog wel meer video's op mijn YouTube kanaal die goed uitleggen hoe je dat marktonderzoek moet doen.
Dus ga daar ook zeker eens naar kijken. En op het moment dat dat natuurlijk goed gaat, je begint echt een team te bouwen en je bedrijf begint groter en groter te worden, ga dan eens een keer kijken naar Pan-European. Want zeker in het begin kan het gewoon een hele hoop geld en tijd kosten. En dat zou heel erg zonde zijn als jij jezelf eigenlijk verdrinkt in de kosten en nooit echt jouw bedrijf daardoor kan laten groeien. Dus denk goed over na over Pan-European. Ik weet dat het één knopje is in de Amazon seller omgeving, maar je moet het wel echt een goede afweging maken. Is dit het voor mij waard of niet? Oké, dat was eigenlijk de conclusie van de video. Heb jij nou zoiets van, ik wil zelf starten met Amazon? Bekijk dan ook zeker eens de training die ik eronder in de beschrijving heb gezet. Deze is helemaal gratis. Je kunt je nog aanmelden. Er zijn nog plekken vrij. Dus ga vooral eens die training bekijken. Daarin leg ik uit hoe ik eigenlijk begon met Amazon. En hoe jij ook zou kunnen starten met Amazon. Met ook voorbeelden van mijn eigen studenten. Hoe ze verder zijn gekomen, hoe ze voor zichzelf een eigen Amazon-bedrijf hebben opgebouwd, waardoor ze dus nu die vrijheid hebben van locatie onafhankelijkheid, maar ook hoe ze dat ze hun eigen dag volledig kunnen inplannen. Al die voordelen, dat ga je allemaal zien in die training. Dus ga die ook zeker eens bekijken, schrijf je vooral in. Daarbij wil ik verder nog zeggen, ook wat ik in het begin van de video zei, abonneer vooral op dit kanaal. Je gaat nog een hele hoop leren over Amazon. Ik maak erg veel video's die jou alles uitleggen, het hele proces van het bestellen van jouw producten tot aan het opmaken van de productpagina. Alles ga je hier leren, dus abonneer vooral. Verder wil ik ook vragen, doe even een duimpje omhoog, dat zou ik heel erg waarderen. En mocht je nog vragen hebben, mocht je bepaalde dingen niet duidelijk vinden of wil je gewoon een leuke reactie achterlaten, doe dat dus zeker even in de reacties. Ook dat vind ik heel erg mooi om terug te lezen en ik wil je ook graag helpen bij jouw eigen Amazon avontuur. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie in de volgende.